ventilatiemogelijkheden. In deze video laten wij u kort zien welke mogelijkheden er zijn voor u als VVE en appartementseigenaar om te ventileren. Naast dat goede ventilatie belangrijk is voor uw gezondheid, kunt u er ook nog eens mee besparen op uw energierekening. Mechanische ventilatie. Mechanische ventilatie is een afzuigsysteem dat voortdurend vuile lucht afvoert via afzuigventielen in de keuken, badkamer en het toilet. Hierdoor wordt de lucht continu ververst. Schone lucht komt binnen via openstaande ventilatieroosters en ramen. Door vervanging van een oude wisselstroomventilatieunit, ouder dan 15 jaar, door een gelijkstroomventilator, kunt u wel tot €60 per jaar besparen op uw elektriciteitsrekening. Een andere vorm van ventileren is balansventilatie. Balansventilatie komt voor in twee soorten, centraal en decentraal. Centrale balansventilatie is zeer moeilijk tot onmogelijk aan te leggen in bestaande bouw vanwege de aparte luchtstroomkanalen. Kijk daarom eens naar decentrale balansventilatie. Dit vergt weinig bouwkundige impact en is daarnaast ook nog eens het energiezuinigste systeem. Decentrale balansventilatie werkt als volgt. Hoe werkt Klimarad? Verse buitenlucht wordt aangezogen via een muurdoorvoer. Na het filteren wordt deze lucht gratis voorverwarmd in de warmtewisselaar en wordt daarna via de radiator de ruimte ingeblazen. Door de mechanische ventilatie krijg je een goede spreiding van de warmte in het hele vertrek. Vervuilde lucht wordt afgezogen door Klimarad. De aangezogen lucht uit de kamer staat in de warmtewisselaar 90% van zijn restwarmte af aan de toevoerlucht, waarna het via de muurdoorvoer naar buiten wordt geblazen. Doordat de verse buitenlucht voorverwarmd wordt door de afgevoerde warme binnenlucht, wordt de warmtebron ontlast. Hierdoor kunt u 100 tot 240 kubieke meter aan gas besparen, wat neerkomt op een besparing tot wel €180 per jaar.